Wat is er de afgelopen 4 jaar in de gemeentepolitiek gebeurd? Dat is de vraag die we ons op de redactie van Sleutelstad gesteld hebben de afgelopen tijd. We zijn benieuwd, wat is er goed gegaan? Wat is er misgegaan? Welke beloftes zijn er 4 jaar geleden gemaakt? En zijn die ingelost? Dat allemaal met een belangrijke doel, namelijk om u de stem te geven tijdens de aankomende gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart. En elke avond heb ik deze tijd een andere lijsttrekker aan tafel. En vanavond is dat Antoine Theo van de Socialistische Partij. Hij kwam in 2006 al in de Leidse gemeenteraad en sindsdien komt hij op voor de belangen van de hardwerkende Leidenaar, maar ook voor de mensen die niet kunnen werken en heel hard zorg nodig hebben. Als het aan hem ligt, dan mag er wel wat minder geld worden uitgegeven. En als je het dan toch uitgeeft, dan het liefst aan mensen en niet aan stenen. Volgende week is hij voor de 5e keer verkiesbaar voor de Socialistische Partij. Welkom aan tafel. Ja, goeie. Ja. Avond, waar zijn we? Avond, ja. Als we terugblikken op 4 jaar, waar bent u trots op? Trots? Ja, er zijn wel wat successen geweest die we als SP gehaald hebben. Maar ik moet zeggen dat in het totale licht der dingen de afgelopen 4 jaar best wel zwaar zijn geweest. De grootste successen die je kan noemen is in ieder geval het referendum over het Roomburgerpark. Maar, waarom was dat een succes? Nou ja, omdat we daar gewoon toch met een groot gedeelte van de stad eigenlijk gewoon een slecht besluit hebben weten tegen te houden. En dat is ook al een van de negatieve dingen van de afgelopen 4 jaar. De hele bestuurscultuur en manier van hoe je politiek uitvoert in Leiden en hoe je met mensen omgaat, die is veranderd. Daarmee komt onze rol als SP ook helemaal weer anders te liggen. Want wij denken graag mee om goede oplossingen voor problemen te bedenken. Maar op het moment dat je niet gevraagd wordt om daar een bijdrage aan te leveren, dan ga je je andere rol vervullen. En dat is dingen tegenhouden. En vooral ook een controlerende rol en een corrigerende rol uitoefenen. Is u dat gelukt dan in 4 jaar? Omdat ik denk dat uw draai is geweest zo halverwege een half jaar, 3/4 jaar na de verkiezingen. Toen bij de eerste begrotingsbehandeling. Toen zei u, ja, het is me niet gelukt. Ik heb heel veel voorstellen ingediend. Er is niks van aangenomen. Was dat het moment dat u draaide en dacht, ik moet tegen gaan houden in plaats van constructief zijn? Ja, ik zal zeggen, in het begin waren wij best wel positief. Die verkiezingen 4 jaar geleden, daar zaten alle partijen qua programma heel dicht bij elkaar. En dus wat daar uiteindelijk uitkwam, dan dachten we van, nou, dat ziet er aan zich nog niet zo slecht uit. GroenLinks, PvdA en D66, dat zou ook qua signatuur best wel moeten kunnen voldoen aan die dingen waar wij voor staan. Maar op een gegeven moment zijn we er wel achter gekomen dat in ieder geval de openheid van de politiek weg was. En dat kwam op het moment dat we een debat hadden over de lakenhallen. Gingen we extra geld naar de lakenhallen. We hadden die verbouwing van de lakenhallen gehad. Er was volgens mij 13 miljoen of zo naartoe gegaan. En dan moest er weer extra geld naartoe. En toen ging ik naar Gijs Holla van de PvdA. Mm-hmm. Die was toen daar nog fractievoorzitter. Ik zeg, Gijs, zijn we tegen, hè? Want in het verleden waren we ook al tegen geweest. En toen zei hij, in eerste instantie zei hij ja. En naderhand zei hij nee, zegt hij, want daar hebben we een afspraak over gemaakt. Ik zei, een afspraak, ik in dat coalitieakkoord bladeren, hè? Want dat was inmiddels zo dik. En er stond niks in. Ja. Dus toen heb ik naderhand gevraagd, waar staat dat dan? Toen zei hij, ja, we hebben nog extra afspraken gemaakt. Ja. Toen ben ik naar Fahit Kurruglu gegaan, de fractievoorzitter van D66, op de D66-borrel. Ik zeg, zijn er nog extra afspraken dan die wij in het coalitieakkoord kunnen lezen? En ja, er was inderdaad nog een extra lijstje waarin alle eigenlijk financiële ruimte die er is in zo'n begroting waar je als gemeente over gaat, was allemaal opgedeeld, verdeeld tussen de partijen. Wat stoort u dan het meest, dat lijstje er was of dat u er niet van wist? Nou, in eerste instantie dat het lijstje er was. Want daarvoor was de systematiek dat iedere partij die standpunten waar die voor is, gewoon voorstemt en waar die tegen is, tegen. Dus een hele open houding. Maar dat zorgde er ook nog voor dat er flexibiliteit was. Dat als je met iemand praatte en hem kon overtuigen van iets anders, dat ze daar dan in meegingen. Maar het was allemaal afgesproken en alle centen waren al verdeeld. Dus dat wil zeggen dat de ruimte was nul. Ja. Dus hebt u 4 jaar voor niks in de gemeenteraad gezeten? Nou ja, grotendeels wel. In ieder geval, wat ik al zeg, hè, dat je samen mee echt meedoet om de problemen van de stad te helpen op te lossen. Die ruimte die was al niet. Die was al meteen vanaf het begin weg. En daar zijn we langzaam maar zeker achtergekomen. En hoe zit u hier dan nu na 4 jaar?
Nou, in ieder geval blij dat er weer verkiezingen zijn. Ja. Want, hè? Want het is legitiem, hè, om dat te doen. Je kan in zo'n dik coalitieakkoord alles opschrijven en afspreken en vervolgens uitvoeren. Alle macht bij het college leggen, zoals nu gebeurd is. En dat is legitiem, er staat nergens dat dat niet mag. Maar we hebben er wel last van. De politiek heeft er last van en de stad heeft er last van gehad. Laten we kijken naar hoe u het gedaan heeft. Want u hebt in de gemeenteraad gezeten 4 jaar. U hebt er ook een plan voor geschreven, een verkiezingsprogramma in 2018. U noemde net zelf al het Roomburger Park, het extra hockeyveld. U hebt daar actief actie tegen gevoerd en het referendum mogelijk gemaakt. Maar in uw verkiezingsprogramma stond ook, we willen graag investeren in de breedtesport, in de verenigingen en in hun vrijwilligers. Als er dan een club is die zegt, we hebben extra ruimte nodig, waarom voert u dan zo hard actie daartegen? Ja, klopt. Nou ja, dit hele Roomburger Park verhaal, dat is echt een drama geworden. Niet van hoe het uiteindelijk afgelopen is, hè, want uiteindelijk is het groen gebleven. Maar het heeft ontzettende tegenstellingen in die wijk. Ja. De hockeyers tegen de mensen die voor het park waren. En ja, wij zijn voor breedte sport. Wij vinden dat er voldoende sportvoorzieningen moeten zijn. Maar je zit in Leiden wel in een van de dichtst bebouwde gebieden van heel Nederland. Samen met Den Haag. Mm-hmm. Hè? Dus er is continu concurrentie op wat doe je met die ruimte. En voor sportfaciliteiten moet je er dan voor zorgen dat je kijkt dat daarin samengewerkt wordt. Dat is op het gebied van voetballen is dat gebeurd. Voetbal Vitaal is een programma waarbij kleinere clubs samen moesten gaan. Ja, er zijn altijd trends dat op het moment dat een sport populair wordt, dan moeten er meer voorzieningen komen. Daar willen we ook aan voldoen. Maar de omgekeerde trend, op het moment dat de sport minder populair is en mensen eigenlijk niet meer de aanspraak zouden kunnen maken op de hoeveelheid capaciteit die zij voor hun sport in de stad hebben, dan is die achteruitgang is heel erg moeilijk. Ja, dus u zegt eigenlijk, als een hockeyclub groeit, dan zou er op de plek van een voetbalveld een hockeyveld moeten komen. Dus dat zou onderling uitgerust moeten worden. Ja, maar dat is heel moeilijk. Want zelfs dat samenwerken tussen die verschillende voetbalclubs, om daar enige stroomlijnen in te krijgen, dat gaat niet. Mensen zijn dan verbonden aan hun club, zetten hun belangen voorop. En ja, en als je kijkt naar bijvoorbeeld hockeycapaciteit in Leiderdorp, in Oesgeest, overal zijn dus hockeyvelden. Buiten de grenzen gaan. Ja, je kan niet naar Leiden kijken als alleen maar Leiden, zeker niet op dit soort vraagstukken. Ja. Dan moet je echt breder kijken. In uw verkiezingsprogramma stond ook nergens referendum. Toch heb ik u actief gezien in het lobbyen van een referendum. Twee keer? Twee keer, bij de woontoren langs de Willem de Zwijgelaan in het Roomburger Park. Maar ik kon dat niet weten als kiezer in 2018. Nee, dat klopt. Want wij zien een referendum ook als een noodrem. Kijk, als je goed op een goede manier beleid voert en ook inderdaad een open bestuurstijl hebt, dan betrek je mensen al bij het vinden van een oplossing. Als je dat doet, hè, als je zeg maar het vraagstuk open neerlegt, dan zorg je ervoor dat je de creativiteit van de stad meeneemt. Daar komen vaak de beste oplossingen uit. Maar je zorgt er ook voor dat je draagvlak krijgt. Nou ja, op het moment dat je dat niet doet, dan gaan de dingen fout. En zowel bij Lied als heel veel andere van die bouwprojecten zat gewoon geen draagvlak achter. Nee. Dat is gewoon vanuit het coalitieakkoord van de partijen. Bouwen. 8000 woningen erbij. Maar niet aan de mensen vragen, hey, hoeveel? En vindt u het erg als hier 125 meter hoge toren bij u voor de deur natuurlijk komt? Natuurlijk vinden mensen dat erg. Moeten we het dan ook niet doen? Dan moeten we het niet doen. Nee. Dan moeten we het niet doen. En ik vind dat wat dat betreft de stad zowel als de oppositie deze afgelopen 4 jaar veel te weinig mee heeft kunnen doen in een klein gedeelte van de politiek heeft zitten beslissen. En dat is echt zonde. Nog even tot slot over dat Roomburger Park. U voerde campagne met de slogan, of u zei daarover, het project kost miljoenen en dat geld kan beter aan zorg, welzijn en minimabeleid worden besteed. Op dat moment toen u dat zei, wist u dat er in de gemeenteraad geen draagvlak was om geld wat bedoeld is voor sport of andere dingen naar sociaal domein, naar minimabeleid te sturen. Was het dan wel terecht dat u dat zei op dat moment? Want het zou sowieso niet gebeuren. De tegenstelling die u schetste, die zou niet voorliggen in de gemeenteraad. Klopt, we hebben die tegenstelling zo'n beetje overal gebruikt. En dat komt omdat dit wel een van de pijnlijkste dingen voor de SP is geweest. In dat coalitieakkoord werd een zogenaamd hek om het sociaal domein gezet. En dat is politieke taal voor er gaat geen geld vanuit andere portefeuilles ingezet worden om voor zorg of welzijn of voor jeugdzorg. En er kan ook niks uit. Nee, dus we moeten het doen met het budget wat we vanuit Den Haag krijgen. Ja. Maar die vraag vanuit de stad,
Die is alleen maar toegenomen. Ja. En wij vinden dan moet je niet je prioriteiten leggen bij bouwprojecten. Of maakt niet uit, je moet in eerste instantie ervoor zorgen dat de mensen voldoende zorg in onze stad hebben. Wij zaten toen we als SP in het college zaten in de top 4 als Leiden. Qua steden waar zorg en welzijn goed geregeld was. En je ziet het nou gewoon onder druk staan. En dat gebeurt in een tijd waarin gewoon de tweedeling tussen arm en rijk steeds groter wordt. En je moet niet vergeten, Leiden zit boven het landelijk gemiddelde qua armoede. Ja. Dus maar laten we daar misschien meteen even naar kijken. Want er is een stadsenquête geweest, zoals elk jaar dat gebeurt. En daarin zien we dat over de afgelopen jaren, we zien hier het groen balkje zijn de mensen die makkelijk tot zeer makkelijk rond kunnen komen per week. Het rode balkje wat in 2021 niet eens zichtbaar was, dat kan niet rondkomen van het geld dat ze hebben. En oranje die zeggen we kunnen net rondkomen. Als ik dan naar de afgelopen 4 jaar kijk, 2017 tot 2021, is het aantal mensen dat makkelijk kan rondkomen of net kan rondkomen flink gestegen. En is het aantal mensen dat niet kan rondkomen gedaald tot 1%. Ja. Hoe kijkt u daar dan naar? Ja, ik heb moeite met deze cijfers. Want die komen niet overeen met wat wij bijvoorbeeld. Hè, want je weet, wij zijn actief in de gemeenteraad. Maar we hebben ook een hulpdienst. Wij doen bijvoorbeeld mensen helpen met hun belastingaangifte in de stad. En wij zien dat er wel degelijk mensen onder druk staan. En dat zijn niet alleen mensen die afhankelijk zijn van een uitkering of zoiets. Maar dat zijn ook vaak werkende mensen. Ja. Die gewoon moeite hebben om rond te komen. Maar in de enquête van de gemeente, waar 1400 mensen, zeg ik nu even uit mijn hoofd, aan mee hebben gewerkt. Of mee hebben gedaan, zegt een groeiend aantal mensen rond te kunnen komen. Ja, nou dat is aan zich goed nieuws. Maar ik maak me daar zorgen om. Want ik vraag me af dan of we wel voldoende mensen gevraagd hebben. En of die mensen die in de problemen zitten, of die daadwerkelijk wel meedoen aan dit soort enquêtes. Ja. En dat is wel een goed dat je me dit laat zien. Want daar gaan we dan nog eens een keer achterheen. Ja. Om te zien of die spreiding. Of we daar wel voldoende mensen ook in mee hebben die bijvoorbeeld een minimuminkomen hebben. Want we weten precies waar die zitten in de stad. We weten in welke wijken de mensen met de lage inkomens zitten. Er was een declaratieregeling, heette dat. Mensen konden een budget krijgen. En daar konden ze een fiets van kopen of een krantabonnement van nemen. Dat was elk jaar. Fiets vaak. Een fiets, ja, want dat is belangrijk voor mensen op pad. Er is inmiddels een maatwerkbudget. En dat betekent dat de sociale wijkteams, hulpverleners eigenlijk beslissen wie er kan aanspraak maken op dat geld. U hebt nu opgenomen in uw verkiezingsprogramma, die declaratieregeling moet weer terugkomen. Waarom heeft u dat nu weer opgeschreven? Want we zijn pas net begonnen eigenlijk met een nieuw beleid. Ik heb u net laten zien ook, nou, het is in ieder geval niet schrikbarend veranderd en zelfs toegenomen het aantal mensen dat wel rond kan komen. Waarom wilt u dan toch weer die declaratieregeling terug invoeren? Ja, werkt niet. Hij werkt niet. Als je, en dat weten we als we kijken naar de hoeveelheid geld die er nou uit ging. Want op het moment dat we de declaratieregeling hadden, dat wil trouwens zeggen dat je gewoon recht hebt. Ja. Als je een minimuminkomen hebt en je ijskast gaat kapot, dan kan je een ijskast declareren. Of als je geen fiets hebt of een computer nodig hebt, dan kan je dat gewoon krijgen, heb je recht op. Bij maatwerkbudget moet je een aanvraag indienen, gaat iemand zitten beoordelen of dat wel iets is wat jij nodig hebt, ja of nee. Daar is veel minder op uitgegeven de afgelopen jaren. Ja, ja. Dat scheelt 1,3 miljoen euro. En daarbij zegt dus, een deel zegt, we moeten er nog aan wennen. En voor een deel zegt de gemeente, we moeten er nog aan wennen. En voor een deel zegt, ja, er zijn misschien ook wel minder mensen die het nodig hebben. Ja, nou ja, het zou kunnen. Want ik weet dat in Nederland het met sommige mensen goed gaat. Maar ik heb die stijging niet voor alle Nederlanders en zeker niet voor alle Leidenaren ook gezien. Nee. Dus wij denken gewoon dat met het maatwerkbudget een extra barrière is opgeworpen. Waardoor mensen gewoon minder gebruik zijn gaan maken van die voorziening. Ja, en dat wilt u terugdraaien. Ja, en dat hebben we ook bevestigd gekregen. Want onlangs zijn we nog langs verschillende buurthuizen geweest. En die klagen allemaal van, ja, dat was iets waar mensen gebruik van maakten. En nou niet meer. Dus ondanks dat het niet terugkomt in de statistieken van de enquête, zijn dat wel weer signalen die wij opvangen. Ja. 4 jaar geleden liep voor u een collegeperiode af. U was onderdeel geweest 4 jaar lang van het stadsbestuur met uw wethouder Roos van Gelderen, die over het armoedebeleid ging. Er waren allerlei regelingen in het leven geroepen.
Op het stadhuis gaat ook wel rond dat uiteindelijk de nieuwe wethouder, de PvdA-wethouder van deze collegeperiode, alleen dame, dat hij eigenlijk moest opruimen wat haar SP-voorganger in het leven had geroepen. Namelijk allerlei regelingen die voor een aantal jaren aangekondigd waren en die afliepen en dat er eigenlijk veel te veel geld was uitgegeven wat op lange termijn mogelijk was. En dat hebt u vast ook gehoord. Nou ja, nee, niet zo in die vorm. Ik weet wel dat op het moment dat de decentralisaties hebben plaatsgevonden, dus dat er verschillende taken bij de gemeente kwamen te liggen qua welzijn en zorg, en dat ging gepaard met best wel een aardige hoeveelheid budget. Mm-hmm. En in de eerste jaren hebben we daar gewoon overschotten op gehad. Ja, en toen kwam dat hek ook om het sociaal domein om te zeggen, we willen niet dat die overschotten naar parkeren gaan en naar wonen. Nee, nou ja, in het begin zijn die overschotten gewoon naar de algemene reserve gegaan. Mm-hmm. Hè, waardoor, omdat we, maar dat was ten alle tijde, dat mochten daar ooit tekorten opkomen, dat we dat dan weer vanuit de algemene reserve zouden aanvullen. En wij hebben toen ook nooit gekozen om daar een hek omheen te zetten. Want we wisten dat de hoeveelheid geld die we kregen van het Rijk door de jaren heen afgebouwd zou worden. Ja. Dus het venijn zat hem in de staart. Ja. Dus ik herken niet dat wij regelingen in het leven hebben geroepen waardoor geld verspild zou worden. Niet verspild, maar wel dat er meer regelingen in het leven geroepen zijn dan op lange termijn houdbaar zijn. Ja, en misschien een voorbeeld te noemen. Veel mensen die het wat lastiger hebben, die konden terecht bij Leiden Helpt. Dat was een stichting die kleding uitdeelde, spullen. Die had een van de gemeente gefinancierde loods, waar ze ook terecht konden. Dat was onder uw wethouder, was dat voor 3 jaar afgesproken. En toen na 3 jaar, ja, toen liep die regeling af. En toen sprak ik, en daar wil ik even met u naar luisteren, uw collega Thomas van Halmen van de SP. Oh ja. Ja. Die was fel gekant tegen tegen het intrekken van die subsidie eigenlijk. Afgelopen 4 jaar zat jullie ook in het college. Mm-hmm. En dan kan ik me voorstellen dat het 2,5 jaar geleden, toen het over die subsidie ging, dat jullie daar binnen de partij en ook als collegepartij naar gekeken hebben van, hey, zouden we dit niet structureler kunnen aanpakken? Ja, nou ja, daar is toen eigenlijk niet echt heel erg naar gekeken. Ik denk dat we ook misschien een beetje naïef de goede hoop hadden dat het eigenlijk ook na die 3 jaar dat er wel een oplossing zou kunnen worden gevonden om dat toch op een bepaalde manier voor te zetten. Want het was natuurlijk die 3 jaar en het was een afspraak, maar dat is niet per se een afspraak die, zeg maar als die 3 jaar voorbij zijn, dat het dan helemaal stopt en dat er helemaal voor de rest niks meer gebeurt en ze worden losgelaten. Ja, ze worden losgelaten. Ja. Er is niks gebeurd. Naïef geweest? Had u niet dit soort regelingen waar u de afgelopen 4 jaar tegen bent geweest en waar u actie voor gevoerd heeft, stevig moeten vastleggen op het moment dat u daar zelf aan de touwtjes kon trekken? Ja, nou ja, maar ja, goed. Dat zijn dingen die in je begroting verwerkt moeten worden. Er zaten nog wel wat andere dingen bij. Bijvoorbeeld een tegemoetkoming voor chronisch zieken en ouderen. Er zat ondersteuning bij voor mensen voor het ziekenfonds, voor minima. Dat zijn allemaal dingen die wij graag vastgelegd zouden hebben. Maar daar moet je wel dan zeg maar een politieke steun voor hebben om dat soort dingen te doen. Ja, maar die had u toen ter tijd, hè, toen u zelf in het college zat. Toen is het voor 3 jaar afgesproken. Klopt. En toen na 3 jaar zei u, ja, waarom wordt dit nu ingetrokken? Ja, u hebt het zelf voor 3 jaar afgesproken. Ja, dat klopt. Nou ja, in de politiek geldt het motto, je kan niet over je graf heen regeren. Dus afspraken die je doet, die doen je meestal voor een periode dat je zelf ook iets te zeggen hebt, ja of nee. En op het moment dat zo'n periode afloopt, dan komen er andere mensen die weer op een andere manier daarover kunnen beslissen. Dat is hier gebeurd. Dat is bij andere regelingen voor minima ook gebeurd. En ja, al met al weten wij dat als je een minima gebruiker in Leiden bent, ben je er zo'n 400-500 euro op achteruit gegaan. Ja. Dus voorzieningen zijn achteruit gekacheld. En dat is om terug te komen van waarom ben je nou zo zuur geworden op allerlei andere voorstellen. Mm-hmm. Dat vonden wij niet in lijn met de gigantische investeringsagenda die wel vanuit dit college ingezet is. Want er is een investeringsagenda van 1,2 miljard door dit college losgelaten op de stad. Mm-hmm. En dat ging gepaard met tegelijkertijd bezuinigingen op de mensen die zeg maar het kwetsbaarst waren en dus afhankelijk waren van dit soort regelingen. En daar heeft op een gegeven moment de SP van gezegd van ja, nou daar gaan we niet meer in mee. Nee. U zit al 16 jaar in de gemeenteraad en u bent kandidaat voor nog eens 4 jaar op naar de 20.
U heeft op dit gebied van de zorg steeds minder te zeggen. Er komt geld uit Den Haag. Er zijn allerlei regelingen, gemeenschappelijke regelingen. Nou, de afgelopen 4 jaar heeft u het lastig gehad omdat u kwam er niet doorheen. Het is u ook niet gelukt om dat open te breken, om dit punt zo duidelijk over het voetlicht te brengen dat GroenLinks en D66 en de PvdA zeiden, ja, u heeft wel een punt, we willen met u samenwerken. Waarom gaat u dan toch door? Wie, ik persoonlijk? Ja, waarom? Wat drijft u nu nog om door te gaan, terwijl u zegt, u bent zuur geworden, hè? Dat, daar hadden we het in het begin over, politiek gezien dan. Wat drijft u nog? Ja, nee, maar ja, goed, niet zo zuur in de zin van dat ik niet vind dat wij nog steeds ons volledig moeten inzetten voor de mensen om deze stad sociaal en rechtvaardig te houden. Nee, ik vind aan zich het gemeenteraadswerk heel erg leuk om te doen. En het is ook niet zo dat wij alleen maar beperkt zijn op die dingen die in de gemeenteraad plaatsvinden. Zo ben ik bijvoorbeeld betrokken geweest bij het verzorgingstehuis Rozenburg. 156 sociale huurwoningen zijn daar, ouderencomplex. En dat is gekocht door een buitenlandse investeerder, Heimstaden. En die is nou die flats aan het omtoveren naar commerciële huurruimte. Mm-hmm. Dus al die oudjes die daar zitten, die in een zorgflat zitten, die hebben opeens zo'n partij op de nek. En daar zijn we als SP bij betrokken geraakt om ervoor te zorgen dat die mensen actief als bewonersvereniging aan tafel zijn komen te zitten bij die nieuwe eigenaar. Om ervoor te zorgen dat sommige dingen, zoals bijvoorbeeld hoe gaat het met de verbouwingen en hoeveel overlast hebben we daarvan, om hun daarbij te helpen. Dus wij zijn wel degelijk effectief. Dat vindt eigenlijk buiten de gemeenteraad. Maar dat vindt dan buiten de gemeenteraad plaatsen. Dus wij zijn niet alleen maar afhankelijk van wat we in de gemeenteraad voor elkaar krijgen. En bovendien is het ook altijd goed om daar een tegengeluid aan te geven. Hè? Mm-hmm. Bedoel, als ik dan kijk naar bijvoorbeeld GroenLinks, die vorige keer in de oppositie zat. Die zat de hele tijd ons op de nek dat we niet links en sociaal genoeg waren. Ja, die rollen die zijn nou omgekeerd. Ja. Nou zeggen zij, ja, de autoluwe binnenstad is het allerbelangrijkste. En dan hangen wij aan de boot te trekken om toch proberen de boel weer de linkse kant af te laten gaan. Dus ja, ik denk dat, dat heb je continu in de politiek. Er verschuiven verschillende belangen. En je hebt ook iedere keer weer nieuwe samenstellingen van colleges. Ik ga mijn best doen om Roos van Gelderen weer in positie te krijgen, zodat we sommige van die regelingen weer terugkrijgen in de stad. U staat te trappelen om te besturen, ook als dat met andere partijen moet die verder van u afstaan. Heeft u daar nog voorwaarden voor? Of kan dat met iedereen? Het handelsgoed in politiek is vertrouwen. Ja. Het maakt me niet zoveel uit wat je politieke agenda is. Weet je wel? Want dat is ook wel zo typisch van deze partijen. GroenLinks en D66 zaten qua programma heel erg dicht bij elkaar. Mm-hmm. En toch hebben ze het nodig geacht om alles in een coalitieakkoord helemaal vast te leggen. Ja. Dat hoeft bij me. Als wij voor elkaar kunnen krijgen dat de politieke bestuurstijl weer open wordt, mm-hmm, zodat iedere partij voor die punten voorstemt waar die ook daadwerkelijk politiek voor is en tegen waar die politiek tegen is, en op basis van vertrouwen deel kunnen nemen in een college, dan hoeven wij ook niet van tevoren allemaal dingen afgeregeld te krijgen. Dan gaan wij daar graag in mee. En iedereen weet dat SP te vertrouwen is. We hebben nog nooit iemand bedonderd of wij zijn af en toe wel boos, maar dat doen we dan publiekelijk. Maar wij steken niemand een dolk in de rug of zo. Het klinkt, gisteren had ik hier Thijs Vos op uw plek zitten. Oh ja. En heel veel komt overheen. Klopt het dat u, als ik zou willen kiezen tussen de SP en Partij Sleutelstad, dat het die keuze helemaal niet zo moeilijk is, omdat het bijna hetzelfde is? Partij Sleutelstad zit dicht bij ons, inderdaad, qua programma. Ik denk Partij van de Dieren ook wel. Dat is wel een van de problemen van links. Hè? Links is versnipperd op thema af en toe. En dat is best wel een probleem. Ik vind de Partij Sleutelstad ook een goede partij. Ze hebben best wel, ze hebben in ieder geval qua standpunten op het sociale gebied en zo hetzelfde als wij. Ja, dus dan kan dat makkelijk doen. Ja, op verkeer zitten ze er iets anders in. Ze hebben iets andere prioriteiten ten aanzien van verkeer en parkeren en dat soort dingen. Maar dat is wel in de marge misschien. Ja, maar dat is ook niet erg, hè? Nee. Ik bedoel, je hebt altijd overlap tussen bepaalde partijen. En ik denk dat de Partij Sleutelstad best wel aantrekkelijk is voor mensen die de landelijke politiek echt helemaal hopeloos vinden, weet je. Ja, dan moeten ze niet bij u zijn. Nou ja, landelijke partij. Ik heb laatst nog met Renske Leijten op de foto gestaan. Ja. Want ik vind Renske echt een volksvertegenwoordiger. Die heeft ook laten zien dat als je samen met mensen strijdt daar in Den Haag,
zelfs de belastingdiensten de zwarte doos open kunt rukken. Maar het is wel landelijke politiek en daar geven mensen wel op af. Ja, precies. Maar dat is voor u lastig. Voor ons lastig, maar ik vind dat wij als SP daar landelijk ook een goede rol voor spelen. In ieder geval als volksvertegenwoordigers. Dus ja, het zou fijn zijn als mensen daar ook wat erkenning voor willen geven. Ik zei het al, Thijs Vos zat gisteren op uw plek en had ook een vraag voor u. Laten we daarna luisteren. We hebben inderdaad, Antoine, we hebben vaak samen opgetrokken in de gemeenteraad. Zeker op het vlak van de zorg en ondersteuning en het armoedebeleid voor de wat armere Leidenaren. Hebben we elkaar eigenlijk altijd kunnen vinden. En daarnaast zijn we natuurlijk allebei partijen die ook staan voor een open bestuurscultuur. Die meer wil luisteren naar de inwoner en die meer ruimte wil voor de gemeenteraad om zelf keuzes te maken. Daarom heb ik voor jou, Antoine, de volgende vraag. Als jij na de verkiezingen op het punt staat dat je zou kunnen kiezen tussen enerzijds een coalitie of een college waarbij de bezuinigingen op het sociaal domein terug worden gedraaid en het 100% sociaal wordt, of anderzijds een college of een coalitie waarbij die open bestuurscultuur weer terugkeert en waarbij de raad weer aan de macht komt, om het zo te noemen. Wat zou je dan van deze twee kiezen? De open bestuurscultuur. Ja. Ja, zeker weten. Want wij hebben al een keer een college gehad. Het Havana aan de Rijn heette het toen. Dat was toen de SP 7 zetels had gehad na de verkiezingen die gingen over de aanleg van de Rijn-Gouwelijn en het bebouwen van de Oost-Vipolder. Dat was uw eerste raadsperiode, denk ik zomaar. Eerste raadsperiode, 7 zetels voor de SP in de stad. En toen zaten we samen met de PvdA en GroenLinks en de ChristenUnie in een college. En dat is toen fout gelopen. Op een gegeven moment zijn wij daar ook uitgestapt. Dat was niet op vertrouwen met elkaar te doen. En GroenLinks en de PvdA die waren toen allebei voor aanleg van die Rijn-Gouwelijn. En uiteindelijk, daar kom je er niet mee. Maar toch schrijft u hiermee het armoedebeleid af. Nee, u absoluut zegt, niet. Ik zou gaan voor de open bestuurscultuur. Maar als ik denk aan de mensen die thuis kijken en de mensen die op u stemmen. Die ze zeggen, ja, bestuurscultuur. Ik wil geld in mijn portemonnee. Ja. En dat is ook de beste oplossing voor armoede. Hè? Beste oplossing voor armoede is geld. Beste oplossing voor dak- en thuisloosheid is een huis. Maar hier is het wel zo dat op het moment dat wij... Want we hebben gewoon een linkse meerderheid in de gemeenteraad. Dus op het moment dat we iedere politieke partij gewoon kunnen afrekenen waar zij voor staan, hè, hier in hun programma's, dan heb ik er vertrouwen in dat het goed komt. Ja. Morgen zit op uw plek Martine van Schaik, zij is van de Partij voor de Dieren. U noemde haar naam net ook al even, of u noemde de partij. Wat zou u haar willen vragen? Ja, met de Partij voor de Dieren trekken we ook heel veel op. Zeker op groen en natuurgebied. Maar ook op het gebied van vuurwerk. Want we zijn een stad die langzaam maar zeker het vuurwerk afsteken door particulieren wil afbouwen. Maar de afgelopen oud en nieuw was daar weinig van te merken. We hebben de Partij voor de Dieren gesteund om inderdaad daar wat meer druk op te zetten om dat vuurwerk langzaam maar zeker toch kwijt te raken. Maar het lijkt wel of dat niet wil lukken. Het lijkt alsof een groot gedeelte, of in ieder geval een gedeelte van de stad, daar geen gehoor aan wil geven. En ik wil aan Martine vragen, hoe kunnen we die mensen bereiken om ze toch zover te krijgen dat we met z'n allen dat vuurwerk of in een centrale show doen of zo, maar dat we het particuliere vuurwerk uiteindelijk loslaten. Dus je zegt eigenlijk, ik ben voor dat vuurwerkverbod, maar er moet een oplossing komen. Ja, want je ziet het. Je hebt daar inderdaad de steun van de mensen voor nodig, want anders gaan mensen het gewoon toch doen. Ja. En denkt u dat uw steun er wel is? Of vraagt u nu iets aan Martine van Schaik waar eigenlijk geen antwoord op is? Nee, ik denk dat er wel steun is. Want als je ook kijkt naar van, ook daar is rondvraag naar gedaan in de maatschappij. Een merendeel van de mensen wil langzaam maar zeker van de gevolgen ook van vuurwerk af. Maar er zit een kleiner gedeelte wat per se daaraan wil vasthouden. Ja. Ik denk dat wij op een of andere manier met die mensen in contact moeten komen. En hun toch moeten zien te overtuigen van dat we naar iets anders op zoek moeten op oud en nieuw. Daarmee sluiten we dit gesprek af. 4 jaar gemeentepolitiek. U hoopt nog 4 jaar door te gaan en dan op naar de 20. U kunt stemmen op 14, 15 en 16 maart. Dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Morgen dan zit hier dus Martine van Schaik bij mij aan tafel. Dan ben ik er weer om 8 uur. En ik wens u nog een hele fijne avond.